Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij alweer de 7e aflevering in een serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven. Naast mij zit José Foppen. Hij is directeur bij de Foppen Holding. De elektronica winkels van Scheer en Foppen zijn vooral te vinden in het noorden, oosten en het midden van ons land. En een enkele van de totaal 67 winkels zit in de Randstad. En er is uiteraard de webwinkel Scheer en Foppen en modern.nl. En Bobshop.nl, die laatste twee inmiddels overnames. Ja, klopt. Door die overnames hebben jullie je online aanwezigheid aardig uitgebreid. Welkom, Gozer. Dankjewel. Scheer en Foppen, modern.nl, Bobshop.nl. Je noemde er zelfs nog één. Digideals. Ja, Digideals. Allemaal verschillende... Internetshop. Internetshop. Nou, daar komen we zo misschien wel even op terug. Ja. Misschien maar eens even terug naar... De basis, de historie van jullie bedrijf, Scheer en Foppen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we zijn een familiebedrijf, zoals je het al aangaf. We bestaan ruim 45 jaar. Mijn vader is met de zaak begonnen. Mm-hmm. Uiteraard eerst met fysieke winkels. Ja. En sinds de laatste 5 jaar zijn we op het pad van, ook van het internet terechtgekomen. Met een aantal pure players. En recentelijk met de hele integratie van het internet naar de winkel in onze nieuwe winkel in Almere. Oké, dus we zijn eerst met pure players online gegaan? Ja, we hebben eerst internetshop gekocht. Daarna kwam Bobshop, Digideals, Modern, nog redelijk recent. En medio februari zullen we er nog één lanceren. Maar daar zijn we nu volop in voorbereiding. Oké, maar en de Scheer en Foppen website zelf, webshopzelf.nl, die bestond toch wel al langer? Die bestond al iets langer, maar daar zijn we de laatste 1,5 jaar eigenlijk wat actiever mee geworden. Om ook wat meer aansluiting te krijgen naar de winkel toe. Ja. Maar ook zeker aansluiting met de pure players niet te verliezen. Oké, want hoe moet ik me dat voorstellen? Je hebt de verschillende pure players. Die zijn eigenlijk, liepen die een beetje voorop als je het vergelijkt met de Scheer en Foppen webwinkel, denk ik. Het zijn allemaal verschillende formules. Hoe onderhoud je dat? We hebben alle formules opgedeeld. Dus we hebben daar verschillende verantwoordelijken op gezet. Mm-hmm. En we kijken puur naar het gedrag van de consument. De consument is gewoon bij ons leidend daarin geworden. Dus we maken niet de fout om intern te denken door de sites rekening met elkaar te laten houden. En ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen budget. Okay. En moet de consument daarmee optimaal bedienen. En we steken de sites op verschillende fases in. De een is wat rijker qua content, de ander is iets goedkoper qua prijs. Ja. Wat servicegraad ligt bij de een wat hoog als bij de ander. En zo proberen we dus het hele palet af te dekken. Ja, zodat je iedere consument, elk type consument kan bedienen. Kan bedienen, ja. Ja. En... het is een familiebedrijf. Ja. Wie van de familie zit erin? De hele familie, mag ik wel zeggen. Ook mijn vader is ook nog steeds aan boord. Mm. Daarnaast heb ik een oudere zus die werkzaam is binnen het bedrijf. Okay. Een jongere broer die werkzaam is in het bedrijf. En ook nog een jongere zus. En allemaal doen we op onze eigen manier. Geven we een stuk invulling aan de totale organisatie. Ja. En jij bent directeur? Mijn dagelijkse verantwoordelijkheid is dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met retail, e-tail en logistiek te maken heeft. En naast dat hele speelveld hebben we ook nog een paar andere activiteiten binnen ons familiebedrijf. Ja. Ook een technisch installatiebedrijf, nog een aantal activiteiten. En die runnen we dan met elkaar. Ja, en de broers en zussen die je noemde, dat is gewoon je totale familie? Of zijn er ook nog broers en zussen die dachten, weet je... Nee, dat is echt de totale familie. Oké, okay, ja. Ja, en we zijn allemaal heel verschillend. Mm-hmm. En daarom werkt het ook. Hè. Dat is vaak een... Nog wel een issue bij een familiebedrijf. Ja. En hoe verhoudt het zich tot elkaar? Ja. En we hebben het geluk dan dat we wel van dezelfde familie zijn, maar toch heel verschillend allemaal zijn. Ja, en iedereen heeft zo zijn eigen invulling. Ja. Ja. En was het voor jou vanaf het begin, toen je een kleine gozer was, duidelijk van ik ga daar ook ga met mijn vader in de zaak? Ja, dat is eigenlijk wel heel natuurlijk gegaan. Naar school, en moest toen nog de militaire dienst in. En toen in de winkel begonnen, en alle facetten doorgelopen, logistiek een aantal jaren gedaan, ook op de auto buiten gereden. En zo helemaal door het bedrijf heen gegroeid. En vandaag de dag verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met IT Retail en E-Man. E-Man is onze logistieke dienstverlener. Ja. En dat geldt een beetje hetzelfde voor jouw broer en zus? Ja, exact hetzelfde. We zijn dus eigenlijk met de paplepel is het ingegoten. Ja, gewoon die retail is ook gewoon niet. Ja. En... ik kan me voorstellen, je zei zelf al, we zijn heel verschillend, dus dat is denk ik ook een voordeel. Maar wat zijn verder voordelen van een familiebedrijf?
Het grootste voordeel is toch wel de verbondenheid die je hebt met de organisatie. Mm-hmm. En ook zeker naar onze mensen toe. Want die zijn toch het meest belangrijke binnen het hele bedrijf. Ja, wat uiteindelijk, hoeveel mensen werken daar in totaal bij jullie? Totaal over alle activiteiten ruim 700. Oh, ja. En in de retailactiviteit, daar werken er met e-tail en e-man erbij rond de 500. Dat is echt wel veel, ja. Dat is heel veel. Dat is een hele verantwoordelijkheid. En die voelen we en die dragen we ook zo. En de familieleden, die hebben dan allemaal ook een leidinggevende functie? Ja. Maar allemaal heel erg verschillend daarin. En we lopen elkaar ook niet voor de voeten. En dat is daar ook een bijkomend voordeel in. En we respecteren elkaar. En dat is toch heel erg belangrijk, zeker binnen een familiebedrijf. Ja. En het is ook altijd bij ons zo, de zaak is de zaak en thuis is thuis. Ja, dat lukt? Ja, dat lukt. Dat heeft mijn vader altijd al gedaan. Okay, dat is die goed, heeft dat van jongs af aan thuis werd er bijna niet over de zaak gesproken. Nee. Laatste tijd wel eens wat vaker, maar niet dat we daar hele discussies of hele familie-etentjes, die gaan niet alleen maar, over de zaak. Nee. En kan je ook nadelen noemen van het werken in een familiebedrijf? Nou ja, niet zozeer echt nadelen. Kijk, bij ons in ons bedrijf is het altijd geweest dat alles wat wij met het bedrijf bereikt hebben, hebben we weer teruggestopt in het bedrijf. Dus het is vandaag de dag, zeker in deze tijd, is het wel heel erg belangrijk dat we het tot een goed resultaat brengen. Ja. Dat kan een nadeel zijn van een familiebedrijf. Anderzijds geeft dat ook een extra stuk binding, een stuk betrokkenheid daarmee. Ik zie niet zo 1, 2, 3 veel nadelen van een familiebedrijf. Nee. Zeker niet als je, zoals in ons geval gelukkig wel zo is, dat je heel verschillend bent en elkaar daar ook niet voor de voeten loopt. Ja, dat is natuurlijk een groot voordeel. Dat is cruciaal. Ja. En als we het over de bedrijfsvoering hebben, dat is bij jullie denk ik redelijk vrij apart, hè? Door die overnames, die pure players, hebben jullie een flink stuk van de online markt te pakken. Welke uitdagingen zie je daar in de multichannel of cross-channel retail? Nou, we hebben de fase meegemaakt een aantal jaren geleden. Toen was het relatief makkelijk. De laatste tijd zie je natuurlijk steeds meer spelers die zich ook gaan mengen in de markt. Dus je zal op een steeds andere manier, effectiever, slimmer, goedkoper, beter. Je positie moeten zien vast te houden, want ook de druk, de totale consumenten elektronica-markt die groeit niet, die staat al een jaar of drie zwaar onder druk. Ja. Op het moment dat er meer spelers komen, voel je de druk allemaal, niet alleen in de winkel, maar ook op het internet. Mm-hmm. En ja, dan is een professionele organisatie, en het heel belangrijk is wat je zegt, dat je dat ook waarmaakt. Mm-hmm. Ook die fase was doorgemaakt, zeker met acquisities, dat je soms even gas terug moet nemen. Om eerst je back-office weer goed in orde te brengen, voordat je dan weer doorgaat. Dus dat zijn wel hele belangrijke leermomenten geweest. Maar het is goed afgelopen. Tot op de dag van vandaag gaat dat goed, ja. En jullie zijn natuurlijk, hebben een sterke positie door de fysieke winkels. Ja. 67, dat zijn er veel. Jullie hebben pas eentje geopend in Almere, hè? Ja. Dat is een hele bijzondere winkel ook. Ja. Misschien kun je daar nog iets over vertellen? Ja, we hebben een aantal jaren geleden met elkaar besloten, binnen dat hele familieverband, dat de winkels in de huidige vorm, zoals wij ze toen hadden en nog vandaag de meeste ook zo zijn, zo'n rond de 450 vierkante meter met veel spullen erin, dat we daar niet verder in door wilden investeren. Dat wij meenden dat dat niet de toekomst zou zijn van het consumentenelektronica landschap met een fysieke winkel. Toen zijn we al gaan broeden van hoe dan wel. 3 jaar geleden was dat nog iets te vroeg. En nu hebben we toch besloten om in Almere, daar hebben we daar een nieuwe winkel voor gebouwd. Die is nog maar 200 vierkante meter. Daar staat nog maar een fractie van het assortiment staat daarin. Mm-hmm. En die worden dan ondersteund in de winkel. En in ons geval dan door 5, ze noemen we iDesks. Dat is een soort grote tablet. En daarmee zijn heel veel producten op een hele innovatieve manier gewoon bereikbaar. Ja. En dat mag daar mag de klant zelf Ja, heel graag zelfs. Dat is ook dat we natuurlijk met onze mensen daar die in de winkel staan. Dat is een hele ommezwaai die daar moet plaatsvinden. Kijk, zo'n winkel bouwen en die techniek, dat is één. Maar daarna al die mensen anders leren werken, anders leren denken. Ja. Dat is een hele leuke uitdaging voor de komende tijd. En dat doen we dus in onze winkel Almere. Die we ook heel goed gaan blijven analyseren de komende maanden. En we zullen daar ook nog heel veel uit leren. Want een aantal dingen zijn vandaag zijn heel goed. Maar er zijn ook een aantal dagen dingen die we vandaag zeggen van, nou, dat doen we bij de volgende winkel anders. Ja. En dat moment willen we wel heel zorgvuldig kiezen. Ja, dus ik begrijp uit je woorden, er komt een volgende winkel. Wij gaan wel door. We gaan door. En, en die 67 winkels, die gaan jullie afstoten of die blijven bestaan? Nee, we kijken dus of de plaats waar we zitten
vandaag de dag nog rendabel is. Mm-hmm. En dan gaan we naar de locatie kijken. Of we daar eventueel met een nieuwe formule ook uit de voeten kunnen. Okay, wat in veel gevallen ook zo is. Ja. Dat we daar een heel mooie nieuwe winkel ook in kunnen bouwen. Ja. En dan gaan we daar de komende tijd onze tijd, energie en euro's in steken om die om te gaan bouwen. Dus het is een formule die goed past ook gewoon binnen de winkelstraat. Het hoeft niet ergens buiten. Nee, zelfs niet. Zelfs niet, nee. Wij geloven echt toch dat de winkel, niet alleen in onze branche, maar de winkel in de breedste zin toch zeker nog een functie zal blijven houden naar de toekomst toe. Ja. Naast natuurlijk ook dat mensen gewoon rechtstreeks wel op het internet kopen. Ja. Ja. En nou, dit zijn al redelijke stevige toekomstplannen. Zijn er nog andere dingen? Je had het over een nieuwe webshop in februari. Ja. Maar... ja, we zullen niet stil blijven zitten. Nee. We hebben natuurlijk in de loop van de jaren ook wat namen verzameld. We leren heel veel van onze sites natuurlijk op dit moment. Want we hebben absoluut niet de wijsheid in pacht, laat het heel duidelijk zijn. Alleen we lopen nu al een jaar of vijf mee in onze branche. Over al die sites en over al de winkels leren we natuurlijk heel veel. Hè, door het gewoon te doen wat wel goed is, wat niet goed is. En wat mensen prettig vinden en niet prettig vinden. Ja. En daar proberen we dan weer een antwoord op te geven. En daar ook indien nodig, mocht dat zo zijn, een omgeving voor te creëren in de vorm van een andersoortige website. Ja. Maar dat zijn allemaal nog liggen nog heel veel dingen op de plank. Ja. Maar eerst één voor één even goed afmaken. Ja, maar eventuele overnames, dat... We sluiten niks uit. Nee, we sluiten niets uit. Volume is wel belangrijk. Ja. De prijzen staan, zeker in onze branche, enorm onder druk. Het is een heel transparante branche, het is merktype. Mm-hmm. Dus je kan heel snel kun je vergelijken. Ja. En dan is het belangrijk dat je met andere aspecten als alleen maar een prijs, dat houd je niet vol, tot een bepaald niveau gaat komen. En dat die klant ook vaker bij je terugkomt. Ja. En dat je niet elke keer weer moet investeren in een nieuwe klant. Nee. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Nou, ik wens je daarbij heel veel succes. Dankjewel. Misschien dat we elkaar over een aantal jaar nog eens hierover spreken. Ongetwijfeld. Oké, dankjewel. Dankjewel. En nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.